welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een video die al een beetje is in de herfst slash wintersfeer. Een beetje meer herfst, want ik heb allemaal bruine kleuren. Het is een beetje in de herfstsfeer, want het is al september. Officieel gezien is het nog zomer, maar in de make-up wereld komen al alle herfst- en wintercollecties al binnen. Net zoals Essence. Ik heb van Essence een heel pakketje gehad met een herfst-wintercollectie van 2019. Ik heb er ook een heel boekje bij gehad met alle prijzen en uitleg over alle producten. Dus ik dacht, ik maak vandaag er ook echt een hele herfstsfeer video van. Ik vind de herfst altijd heel erg leuk qua make-up, want dan komt meer bruin terug, groene kleuren, een beetje wat donkerdere kleuren. En ik hou altijd van die make-up looks, dus ik ben weer heel erg enthousiast en heel benieuwd over de nieuwe Essence collectie. Ik heb in dit boekje gekeken naar alle producten en zo. En ik heb alles gehad, behalve één concealer heb ik niet gehad en één poeder, die ik hier wel in het boekje zie. Maar ik ben toen dus naar de Kruidvat gegaan om die nog extra te kopen voor de video. Alleen precies die twee producten waren er niet. Dus ik weet niet of ze gewoon nog niet te koop zijn of ze komen nog of I don't know. Maar in ieder geval voor de rest heb ik wel alle producten. Dus we gaan weer kijken wat we van alle make-up vinden. En ik ben weer super benieuwd, want Essence is een betaalbaar merk, obvious. En daar houden we allemaal van. Als mijn stem een beetje anders klinkt, ik ben een beetje hees. Oké. Dit heb ik op het web. Siri denkt dat ik met haar praat. En het zijn weer een aantal producten. Volgens mij net niet genoeg voor echt een full face. Dus de producten die ik niet heb, die vul ik aan met de Essence make-up die ik al heb in mijn stash. Dus ben je benieuwd? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. We gaan vandaag weer eerst beginnen met de ogen, zoals ik echt bijna altijd doe. Ik heb twee oogschaduwpaletjes gehad. Eentje ga ik gebruiken, eentje niet. Die ik niet ga gebruiken is de Essence Crystal Power Eyeshadow Palette. Ziet er super cute uit en heeft deze prachtige kleuren. Het zijn iets fellere herfstkleuren, maar wel echt prachtig. Je hebt alleen wel maar één matte kleur, dat vind ik wel iets minder. En de rest is allemaal glanzend. En je hebt een handig spiegeltje erbij. Ik vind een heel cute paletje, ook handig to go. Ondanks dat ik bepaalde producten niet gebruik, ga ik ze gewoon wel laten zien, zodat je gewoon weet wat in de collectie zit. Het paletje die ik wel ga gebruiken is de Essence Epic Sunset Eyeshadow Palette. Dit paletje is een stuk groter, zoals je kunt zien. En is 10 euro. En kijk deze prachtige kleuren. Dit schreeuwt echt herfst van mij. Ook weer wat donkerdere kleuren. Echt bruin en zo. Het enige wat ik misschien een beetje mis, wat ze wel hadden kunnen doen, is een donkere groene glanzende kleur. Dat was wel cute geweest, maar dat is er niet. Hier twee matte grote kleuren en een aantal glanzende kleuren. Deze is ook nog mat. Dus je hebt echt genoeg kleurtjes voor een hele ooglook, zoals je kunt zien. En ik ben heel erg benieuwd. Ook weer met een spiegel. En de kwaliteit voelt best wel goed aan. Het is gewoon wel een karton paletje, maar wel gewoon oké kwaliteit. Het ziet er gewoon allemaal helemaal mooi uit. En ik ben heel erg benieuwd naar deze. Dus hiermee ga ik zeker even een look maken. Oh, wat ik ook nog even wil laten zien, omdat ik die ook niet ga gebruiken, is het Essence Crystal Power nagellakje. Is een bruine glanzende nagellak met van die kleine glittertjes erdoorheen. En ik heb altijd acryl nagels, dus ik gebruik nooit normale nagellak. Dus die doe ik altijd in mijn winacties. Zo, nou we een beetje zijn ingezoomd, kunnen we gaan beginnen aan de ogen. Ik weet nog helemaal niet wat voor look ik ga maken. Oh my god. Ik ga wel vanavond nog weg. Dus ik wil wel semi nog een ooglook maken die nog een beetje draagbaar is naar buiten. Maar we gaan het zeker wel een beetje leuk maken. Even snel mijn ogen primen met wat concealer. En dan ook een beetje afpoederen. Met wat losse poeder. Oh mijn god, een beetje een gemiste kans. Maar ik had ook mijn ogen kunnen afpoederen met deze matte nude kleur. Dat ga ik alsnog doen. Die heet Lightness of Day. En dan doe ik gewoon even alsof ik niet al poeder heb aangebracht. Altijd wanneer ik een paletje uitprobeer, dan wil ik altijd zoveel mogelijk kleuren gebruiken als kan. Zodat ik een goede mening kan vormen over het hele paletje. Ik begin eerst met de matte kleur. Dit is een beetje een paars-grijze mat kleur en die heet In the Clouds. En die pak ik dan met mijn grote fluffy kwast. En daarmee ga ik rustig in mijn elkaarboog, want het is toch wel een beetje een donkere kleur. En dan maak ik van die ronde bewegingen zo op en neer. Ik ga niet te ver naar buiten toe. Het hoort een beetje meer een ronde ooglook. Ook goed om te weten, dit is echt de enige transitiekleur in het paletje. Dus je zult het hiermee moeten doen. Dan pak ik de meer donkere paarse koele kleur. Die is ook mat en die heet Darkness of Night. En die pak ik ook een klein beetje met die grote fluffy kwast. En daarmee ga ik het in mijn elkaarboog iets donkerder maken. Dit is wel echt een donkere kleur, jongens. Let hier wel mee op, want het is echt donker. Oh my god, ik had het niet zo donker verwacht. Zo, het blenden van die kleur is wel een klein beetje een struggle. We hebben het niet echt heel makkelijk. Ik pak even een iets kleinere platte fluffy kwast. Om het hier binnen een beetje beter uit te blenden, want het wil niet echt lukken.
Zo, het kostte echt een beetje effort om het goed te blenden. Maar op zich is het nou wel mooi. Echt gewoon, mijn arm is gewoon moe. Dan pak ik de donkere glanzende kleur, die heet Dusk. En die breng ik aan over mijn hele ooglid. Zo, dat vind ik echt een mooie kleur. Dat is echt gewoon precies dezelfde kleur als die matte. Maar dan in een glansje. Maar dan met een glansje bedoel ik. En dan ga ik met de fluffy kwast van net een beetje zo over de rand heen. Zodat de matte kleur en de glanzende kleur een beetje zo samenblenden. Ik ga voor de donkere bronzie kleur. Die heet Solar Flare. Echt een hele mooie kleur. En die breng ik een beetje zo erop aan. Wauw, met mijn vinger komt er wel echt meer vanaf, jongens. En dan met een schone vinger ga ik het een beetje inblenden zo. En doordat ik nou die donkere kleur eronder heb zitten, wordt het nou allemaal iets donkerder. En I like it. En dan pak ik deze gouden glanzende kleur. Die heet Prey of Light. En met een heel klein rond bulletkwastje breng ik die alleen maar aan echt in het midden van mijn ooglid. Voor een extra pop zo in het midden. Ik moet wel zeggen, de glanzende kleuren zijn wel een beetje poederig. Ze blijven niet echt heel goed gewoon op hun plek zitten. Maar die glanzende kleuren hebben wel een beetje fallout. Dus die ga ik een beetje opruimen. Dan ook nieuw van de collectie is de Essence What The Fake Mascara. Een hele leuke naam. Plus Volumizing Fibers. Dus dan zijn van die losse haartjes die dan aan je wimpers blijven plakken. Waardoor ze langer lijken. Dus hier ben ik ook wel weer benieuwd naar. Volumizing en Lengthening. Dus hij geeft volume en lengte. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is dan hoe die eruit ziet. En er zitten inderdaad van die fibers aan. Maar ik heb wel echt geen bijna geen wimpers, jongens. Dus ik hoop dat je het wel een beetje gaat kunnen zien. Ik vind het borsteltje wel echt super fijn. Het is gewoon echt de perfecte grootte en breedte. Om gewoon overal zo bij te komen. Wauw, ik vind dit echt een hele fijne mascara. Je kunt mijn kleine mini wimpertjes een beetje zien. Hij geeft inderdaad en volume en lengte. Hij doet wat hij zegt. Ik moet nog wel mijn wimpers even krullen. Maar ik moet even wachten totdat de mascara opdroogt. Maar ik vind het echt een hele fijne mascara. Ik vind echt de borstel zo fijn. Hij is echt perfect. Ik kom echt overal. Ook bij die binnenste hier helemaal binnenin. Nee, echt een top mascara, jongens. Ik ga nog even mijn wimpers krullen en deze AliExpress wimpertjes opplakken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ogen zijn gedaan. Ik ga nu beginnen aan het gezicht. Deze collectie heeft geen foundation, maar wel een primer. Ik heb hier de Essence Hydrating Plus Perfecting Primer in zo'n klein schattig potje die Essence vaker heeft. Shake before use, dus eerst schudden. Hij voelt een beetje vloeibaar aan, een beetje waterig. En hij moet dus mijn gezicht hydrateren. Dat is extra fijn voor mensen met een droog huid zoals mij en voor in de winter. En er staat dat het je poriën vermindert. Dus ik ben benieuwd. Oeh, hij ruikt super lekker. Oh my god. En hij voelt ook echt aan als een dagcreme of zo. Wauw, het geeft wel een beetje een witte waas op mijn gezicht. Maar ja, ik ga me toch nog verder opmaken, dus who cares. Omdat er dus geen Essence Foundation is in de collectie, gebruik ik een Essence Foundation die ik al heb. En dit is de beste van Essence, de hashtag InstaPerfectFoundation. Deze vind ik echt toppie. Dit is echt een hele fijne, naturel foundation. Ik heb hem in de kleur 60. Er staat by the way op dat hij mat is, maar hij is totaal niet mat. Hij is gewoon glanzend. Hij is nou wel iets te licht voor mij. Kijk ook vergeleken met mijn nek. Maar goed, dat maakt niet uit. We gonna fix it straks. Nou, zoals ik al zei in de intro, de concealer van de collectie kon ik niet vinden in de winkel. En heb ik ook niet gehad in PR. Dus ik gebruik een andere concealer. Ik heb helaas geen Essence concealer. Ik heb er wel één, maar die is echt veel te wit. Die is gewoon letterlijk wit. Dus ik gebruik eentje van Catrice. Dat is ook een ander merk die ook onder het Essence bedrijf valt. En ik heb hier de Liquid Camouflage Concealer. En ik hoef echt niet meer uit te leggen hoe fijn deze concealer is. Ik heb hem in de kleur 020 Light Beige. En is ook gewoon te koop bij de Kruidvat natuurlijk. Heel de collectie is gewoon te koop bij de Kruidvat. En sommige Ethos winkels hebben nou voortaan ook Essence. Oh mijn god. Er vliegt hier een bij. Mensen, horen we dat gezoem? Dit is echt de meest dikke vlieg ever. Is het een vlieg? Volgens mij is het een vlieg. Oh mijn god, ga weg alsjeblieft. Dan is het tijd voor losse poeder. Hetzelfde verhaal als met de concealer. De losse poeder van de collectie kon ik ook niet vinden in de winkel. Dus ik gebruik mijn Catrice Glow Infusion poeder. En ik breng de poeder aan overal waar ik ook de concealer heb aangebracht. Om het te zetten, zodat alles mooi mat wordt en goed blijft zitten de hele dag. Ah!
En dan nou een nieuw product die wel gewoon in deze collectie zit. En ik heb zo'n product volgens mij nooit echt bij Essence gezien. En dat is een contourpalet. Volgens mij heeft Essence nooit echt contourkleuren uitgebracht. Of in ieder geval, ik heb ze volgens mij nooit gezien of gehad. Dit is het Contouring Duo Palette. Je hebt hem in twee kleuren. En ik heb hem in kleur 10. En dit is in de kleur 10. In de kleur 10, zeg maar Engels. In de kleur 10. En dat is voor de lichtere huid. En je hebt ook eentje voor de donkere huid, heb ik gezien. En zo ziet het eruit. Je hebt dan een contourkleur en een lichte matte highlight contourkleur. Ik had denk ik liever de donkere gehad. Ik weet niet waarom, maar bedrijven categoriseren me altijd bij de lichtere huidskleuren. Terwijl qua contouren en bronzen wil ik toch altijd wel een iets donkere kleur hebben. Dus. Maar goed, ik ga gewoon even hiermee contouren. Ik contour altijd mijn neus. Oh, er komt veel vanaf. Oké. Het is een hele zachte poeder. En dan met mijn Sarah Marie Cosmetics contourkwast ga ik ook mijn wangen contouren. Ik pak daar een beetje, want er kwam best veel vanaf. En dan breng ik het ook een beetje zo hier lichtjes aan. Ik breng altijd maar een heel klein beetje aan. Nothing too much. Tenminste, voor mij is het niet too much. Oké, ik was aan het klagen over dat ik het lichte paletje heb. Maar op zich is de kleur best wel donker. Dus hij is gewoon goed voor mij. Kijk wat een mooie kleur. Wauw, ik vind het echt een heel mooie kleur. De poeder is ook super zacht, blendt lekker makkelijk mee. Ook even mijn neuscontour uitblenden. Ik heb hier wel echt way too much aangebracht. Ik wist niet dat er echt gelijk zoveel vanaf zou komen. Dan pak ik deze lichte matte kleur. Ik breng altijd nog een pressed poeder aan nadat ik een losse poeder heb aangebracht onder mijn ogen. Hopelijk is die een beetje licht genoeg. Normaal gebruik ik hiervoor de Pressed Banana Poeder van Essence. Die is ook heel fijn. En die is ook best wel licht. Die verlicht het echt onder mijn ogen. Dit is een pressed poeder, maar een iets donkerder kleur. Die verlicht niet per se, maar als je dat niet hoeft, ja, dan vind je het prima. Dan breng ik het ook altijd nog over mijn neuscontour heen, zodat de contour iets beter blendt. Wauw, ik vind dit paletje echt oké. Er zijn mensen beneden, dus ik kan niet allemaal hier schreeuwen en hard praten, maar ik wil eigenlijk het liefst schreeuwen nou. Want ik vind dit paletje echt, wauw, echt supergoed. Even een beetje fixing spray op mijn gezicht. Wauw, mijn huid is echt heel mooi. En dit allemaal met Essence en Catrice producten. Oké, ik ga nou even snel mijn ogen afmaken. Ik doe even een zwart oogpotloodje in mijn waterlijn. En dan pak ik weer deze donkere matte kleur. Die breng ik aan ook onder mijn ogen. En dan pak ik weer die iets lichtere matte kleur in de clouds. En daarmee ga ik het een beetje uitblenden. En dan pak ik deze hele lichte gouden glanzende kleur. Die heet Golden Sparkle. En die breng ik aan in mijn binnenste ooghoeken. Dan pak ik weer een beetje mascara voor mijn onderstewimpers. Zo, en dan zijn de ogen echt helemaal klaar. Een donkere, smoky herfst make-up look. In deze collectie zit ook geen bronzer. Dus ik gebruik mijn Essence Sun Club Matte Bronzer in de kleur 02 Sunny. In de collectie heb je wel twee blushjes. Een losse blush en een blush palet. Je hebt hier als losse blush de Essence The Blush. That's it. In de kleur 10 Befitting, als ik het goed uitspreek. Het ziet er echt uit als een prachtige matte kleur. Een beetje een donkere rozige kleur. Deze vind ik echt heel erg mooi. En ze hebben de Crystal Power Blush en Highlighter Palet. Maar als ik er zo naar kijk, prachtig, prachtig paletje. Maar het zijn alle vier best wel heftige glanzende kleurtjes. Dus ik weet niet hoe je dit als blush zou gaan gebruiken. Want ik denk dat echt heel je wang één grote glimmende bal gaat zijn. Dus ik zou dit eerder gewoon zien als een totale highlighter palet. Met echt prachtige kleuren. Deze twee voor op een donkere huid. Prachtig. Of als oogschaduw. Die kleur zou nou echt heel prachtig zijn. Met de matte kleuren als een mooie herfstlook. Dus echt een heel mooi paletje. Maar ik zie hier geen blush in. Dus als blush ga ik gewoon deze gebruiken. Ik vind de kleur echt prachtig. Ja, echt een hele mooie blush kleur. Zoals ik al verwachtte. Ik vind Essence blushes altijd super mooi. Wat ik wel echt heb is dat ze echt snel weer van je gezicht afgaan. Blushes over het algemeen vervagen best wel snel. Maar die van Essence vind ik altijd echt heel erg snel vervagen. Dus ja, ik zou meenemen to go als je echt je make-up heel lang ophoudt. Maar voor de rest vind ik de kleur echt super mooi. En er is ook een Essence de highlighter die er ook echt prachtig uitziet. Een lichte champagne kleur. Dit is de kleur Teen Heroic. En dit is echt zo'n kleur die ik zou opdoen. Ik hou van dit soort lichte champagneachtige kleurtjes. Kijk hoe heftig. Love it. Ik ga gewoon en het paletje gebruiken en deze. Ik doe deze aan deze kant. Oh wauw.
Het is wel echt een hele lichte kleur. Misschien toch een tikje te licht voor mijn huidskleur op het moment. Maar wel super mooi. Heel erg heftig. En dan in het paletje ga ik ook voor goud. En die heet Glowing Energy. Even mijn kwast schoonmaken. Ja, dit is een kleur die iets beter past bij mijn huidskleur. Maar ik vond deze highlighter toch iets meer smooth. Deze is een beetje, heeft veel textuur. Is een beetje korrelig. Dat vind ik iets minder. De kwaliteit is iets minder. Maar de kleur is wel beter. Dus ja, ik ga ook dan even over deze. Zodat ik wel één kleur highlighter heb. Weet je toch? Ik kan niet met twee kleuren op mijn gezicht naar buiten. En ik breng ook een beetje aan bij mijn voorhoofd. En ook een beetje op mijn neus. Doe ik altijd zo hier. Een streep. Een beetje zo deppen met mijn vinger. Ik zit echt heel de tijd naar die kleur te kijken. Oh, die zou zo mooi zijn als oogschaduw. Ik wilde nog een beetje extra blush aanbrengen. En ik heb echt veel te veel gepakt. Oh mijn god. Oké. Domme zet, Sarah. Hele domme zet. Pak even weer deze matte kleur van het contourpaletje. En mijn poederkwast. En dan ga ik een beetje over de blush heen. Want dit is echt way too much. En dan last but not least de lippen. Ik heb hier twee lipsticks. Ik heb hier de Perfect Shine lipstick. In de kleur 05. Dit is een beetje een roze-achtige donkere nude kleur. Een beetje roodachtig. Roodroze. Een beetje een plum kleur. Matcht heel mooi met de blush. En ik heb hier een hele aparte Crystal Power Color Changing lipstick. Die is met zo van deze prachtige glitters. Zien we dit? Wacht, kijk hier. Super mooi. Die geeft verder niet echt kleur af of zo. Een hele lichte kleur. Maar dit is dus zo'n lipstick die zich aan jouw lipkleur matcht. Dus dit gaat een andere kleur zijn bij iedereen. Maar het is altijd wel een beetje een hele lichte roze kleur. Ik ga hem even opdoen. In het boekje staat dat de lipstick zich aanpast aan de pH-waarde van de lippen. Hierdoor kleuren je lippen afhankelijk van de natuurlijke liptint na het aanbrengen van zacht roze tot fuchsia. Dus het kan echt gaan van heel licht roze naar echt een heftige fuchsia kleur. Fuchsia kleur als deze. Fuchsia, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Nou, dit is het dus bij mij. Gewoon een hele mooie licht roze kleur. Super mooi. Ik ga ook even deze opdoen. Ja, ook een hele mooie kleur. Dus sommige lipsticks zijn te glanzend, waardoor ze echt gelijk van je lippen afgaan. Als je je lippen maar een beetje aanraakt, is het er al helemaal van af. Maar dit is niet zo'n glanzende kleur. Het is gewoon zo'n glanzende kleur die zich toch wel echt vastplakt aan je lippen. En dat vind ik wel fijn. Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Hij matcht alleen niet met de ooglook, dus ik ga weer even deze opdoen. En dan zijn we klaar. Nou mensen, dan is gewoon de hele look af. Ik heb weer alle make-up geprobeerd. Vind ik altijd super leuk om te doen. Het meeste was goed. Er zijn maar twee producten waarvan ik denk, nee, niet per se. Maar niks was echt super slecht. Er zat vandaag niks bij waarvan ik echt denk, nee, echt niet kopen. Het is echt een fiasco. Ik ga eerst beginnen met de producten die ik goed vond. Altijd in mijn make-up test video's, wanneer ik zo heel veel make-up test in één keer, is er vaak wel één of twee producten die echt de winnaars zijn, die er echt ver uit van afspringen met hoe goed ze zijn. Dit keer is er ook weer zo'n product en dat is dit contourpaletje. Geweldig. Als dit paletje 20 euro was geweest, had ik het er ook gewoon voor betaald. Voor zo'n lage prijs, zo'n goed paletje, echt toppie. De mascara vind ik ook echt heel erg goed. Essence mascara's zijn over het algemeen altijd wel goed. En deze hoort er zeker weer bij. Deze highlighter ook echt geweldig. Hij is een beetje licht voor mijn huid helaas. Maar als ik geen zelfbruiner op heb, gaat hij echt geweldig zijn. Ik weet niet of hij er nog een andere kleur is. Ik ga dat even in het boekje bekijken of er misschien andere kleuren zijn. Ja, er is nog één andere kleur. Alleen die is licht roze, dus ook niet echt mijn kleur. Ik had maar gewild dat ze er ook eentje hadden in het meer goudachtig. Maar goed, hij is wel gewoon echt heel erg mooi. De Hydrating Primer gaat vast echt een toppertje zijn, vooral in de winter als het echt super droog is. Hij hydrateert mijn huid echt gewoon als een dagcreme. De blush ook heel erg mooi. Pas wel op dat je niet te veel pakt. Die fout heb ik vandaag gemaakt. En de lipsticks zijn ook weer echt geweldig. Gewoon hele mooie lipsticks. En dan de twee producten die ik niet echt super slecht vond, maar ik niet echt per se aanraad. Is dit een Crystal Power Highlight en Blush paletje. Ten eerste omdat het geen blush is. Het zijn gewoon allemaal highlighters. En ten tweede omdat ik vond dat je niet heel mooi in mijn huid smelt. Je zag echt dat het erop lag. En het was best wel veel structuur. Dus die vind ik iets minder. En dan helemaal als die zo goed is. Nou, dan valt die echt helemaal af. En het oogschaduwpaletje. Ik vind de kleuren heel mooi en zo. Maar het
kostte mij toch wel echt veel effort om vooral die donkere matte kleuren te blenden. De glanzende kleuren zijn super poederig. Toen ik het met mijn hand aanbracht, vloog het echt alle kanten op. En het bleef niet gewoon mooi plakken op zijn plek. Zoals ik gewoon heb met andere oogschaduwpaletjes. En de kleuren. Ik mis echt een aantal cruciale kleuren. Ik mis een aantal bruine kleuren. De donkere kleuren zijn toch meer paarsachtig, zoals je kunt zien. Ik mis ook wat transitiekleuren. Er is er maar één. En dat is eigenlijk gewoon die. Ik zie heel veel heftige kleuren die voor mijn part niet per se hadden gehoeven. Bijvoorbeeld die had niet per se gehoeven. Ik had liever gewoon een extra transitiekleur gehad. Of iets van een bruin. Dat was wel iets fijner geweest. Dus qua kleuren vind ik hem ook niet echt compleet genoeg. Dus ja, het is niet echt een paletje waarvan ik zeg, besteed hier je geld aan. Nou, dat was het dan. Dan is de video afgelopen. Nou, vergeet niet te liken en te abonneren. Abonneren kan hierdoor op mijn hoofd klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!